vrienden, voor de liefhebbers natuurlijk. Ja, een update over onze boer zoekt vrouw. Ja, het is eigenlijk is het nog steeds een beetje saai. Ja, eigenlijk wel. Hè? Want, ik bedoel, zo'n lammetje. Ja, wat moet ik daar nou over zeggen? Die zit met drie ook een beetje saaie heren. En zij is zelf ook behoorlijk saai. Dus, lammetje laten wij links liggen. En bij Hinnik, ja, bijgenaamd Hans, ja, dat gebeurt ook niet al te veel natuurlijk. Nee, ja, hij is natuurlijk hartstikke aardig voor die vrouwen. En Hinnik wil gewoon gezelligheid in huis hebben. Dat is het enige waar het bij hem over gaat. Dus ja, ik hoop ook voor hem dat hem dat lukt. En eigenlijk wordt het gewoon, en dat weten wij natuurlijk met z'n allen al lang, en Hinnik ook, het wordt de buurvrouw. Ja, en dan hebben we natuurlijk Rob, bijgenaamd Kersenpit en omgekeerd. Ja, die Kersenpit, die hoort alleen maar zichzelf graag praten over Kersenpit zelf. Dus die dames die zitten maar te luisteren en die Kersenpit, dat gaat maar wauwel. En het gaat alleen maar over hemzelf en dat irriteert de dames. Maar bij Kersenpit hebben we nog wat anders, beste vrienden. Daar hebben we ineens een nieuwe ster aan het firmament, Wendy. En die noemt zichzelf Flirt. Nou ja, goed, dat maakt het voor mij buitengewoon makkelijk. Dus Flirt, die gaat achter de Kersenpit aan. En Flirt doet mij ontzettend denken aan, weten jullie het nog, vorig seizoen hadden we Onverstaanbaar met een Vera met een skelet. Kun je het nog herinneren? Het is dat type vrouw. Die zijn eigenlijk niet aantrekkelijk om te zien. En dat weten ze van zichzelf. En wat gebeurt er? Dat soort vrouwen gooit zichzelf, hup, in de uitverkoop. Ja, en dat is deze Flirt dus aan het doen bij Kersenpit. Nou, dan hebben we natuurlijk onze vriend in Friesland nog, Jouke, bijgenaamd Boppe. Maar ja, Boppe is eigenlijk ook saai. En Boppe die rookt. Dat is al te gek voor woorden. En dan hebben we daar natuurlijk onze Lotte. En het is duidelijk dat het dus Lotte moet worden. Lotte zegt van zichzelf, ik ben hier helemaal op mijn plek. En Lotte is gewoon officieel leuk. Dus die noemen we vanaf vandaag leuk. En tot slot hebben wij natuurlijk onze Evert Koetjeboe. Koetjeboe, die zit ineens met zijn broer in huis in een koop. Wat een naam. En Koop, die was even op de horens genomen door een stier. En die zit daar ineens als een patiënt midden in huis. Wordt ook lekker om te daten ook, hè. Met zijn zieke broer in huis. Maar goed, die Koetjeboe, die zit dus opgescheept met Mout. Nou, Stelleritus, onze kakineuze dame. En die zegt dan dingen als van, ik vind dit heel interessant, maar ik vind dit toch wel een hele gekke situatie, zegt onze Mout dan. Ja, dat zegt ze. En ze zegt, en zo leer je leuk kijken naar koeien. Haha, zegt onze Mout. Ja, hoe vind je die? En dan ziet ze Koetjeboe. En dan zegt ze, oh hallo, leukert. Haha, ja, dat zegt ze. Ja, dat is onze Mout. En wij moeten, vrienden, als liefhebbers van het boer zoekt vrouw gebeuren, moeten wij dolgelukkig zijn met onze Mout. Want het is verder heel erg saai allemaal. Zonder Mout zou er geen moer aan zijn. Dus, kom op, Mout.